Maar nu eerst de man die zich minister-president mag noemen, Ruud Lubbers. Meneer Lubbers, er waren woensdag verkiezingen in... Zit u goed? Ja. Er waren woensdag verkiezingen in Rotterdam en de Centrumpartij heeft daar nogal behoorlijk gescoord. Hè? Die heeft in sommige stadsdelen bijna 12% van de stemmen gehaald. Vindt u dat verontrustend? Ja, niet verrassend. Wel verontrustend, omdat al enige tijd duidelijk is dat met name in de oude stadswijken of wijken die met name bewoond worden door mensen die vroeger in oude stadswijken woonden, een aantal mensen iets zien in de Centrumpartij en ik vind dat verontrustend. Ik denk dat de beste reactie daarop is om te proberen de situaties in oude stadswijken met name, maar overal zo te doen dat die stellingen van de Centrumpartij minder aanhang krijgen. Nou, daar zijn we op het ogenblik druk mee bezig, maar dat is ook hard nodig. Dan iets heel anders, de secretaris-generaal van de NAVO, u wel bekend, de heer Luns, die heeft de regering en met name minister De Ruiter aangevallen. Wat vindt u van die kritiek? De heer Luns heeft in zijn leven vele goede dingen gedaan, maar hier heeft hij de plank misgeslagen. Het gaat niet aan om Nederlandse ministers proberen uit elkaar te spelen. Het gaat niet aan om een beraad als vertrouwelijk te bestempelen en later daarover te spreken in een persconferentie. En het is ook, geloof ik, niet juist minister De Ruiter te verwijten dat hij met betrekking tot besluitvorming vrij zwijgzaam is. Waarom? Vorig jaar... Ik wou er niet al te diep inhoudelijk op ingaan. Ja, maar ik wou er wel iets van zeggen. Vorig jaar heeft het kabinet... Heel kort. Vorig jaar heeft het kabinet besloten, als er kernwapens moeten komen, dan in Woensdrecht. En erbij gezegd, in juni 1984 zullen we een besluit nemen. Dat wist iedereen, dat wist de heer Luns. Het gaat dus niet aan nu alsmaar de suggestie te wekken alsof Nederland in gebreken zou zijn. Dat is dus volstrekt onjuist. En ik geloof dus dat het heel wijs is geweest dat de heer De Ruiter zwijgzaam is geweest. Want had hij al een beetje openhartig geweest over zijn opvattingen of argumenten die in Nederland spelen, dan had hij misschien meegemaakt dat die ook nog in de persconferentie naar buiten waren gebracht. Maar meneer Luns heeft wel bijval gekregen, althans, het was eigenlijk omgekeerde volgorde. De Engelse minister van Defensie, meneer Heseltine, die heeft ook gezegd dat het in Nederland ontbreekt aan politiek leiderschap. Hè? Trekt u zich dat aan? Dat is niet juist. De heer Heseltine heeft afstand juist genomen van de uitspraken van de heer Luns. Maar voor die tijd heeft hij gezegd, de regering zou daar eens wat politiek leiderschap moeten tonen, al dat getreuzel. Dat weet ik niet. Hij heeft gezegd, we hebben hetzelfde probleem in Engeland. Weet u dat echt niet? Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, ik heb dat de heer Luns horen zeggen, maar niet de heer Heseltine. Maar mijn punt is in ieder geval dit. Er wordt suggestie gewekt alsof Nederland eerder een bepaald besluit had moeten nemen. Dat is bepaald onjuist. Nederland heeft reeds geruime tijd geleden gezegd, in deze kabinetsperiode is een volstrekt heldere situatie geweest. Dat betekent wel voorbereidingen treffen, in juni 84 de balans opmaken. En ik vind dat een kabinet zich niet door publiciteit of anderen moet laten opjagen. Als wij de afwegingen goed gemaakt hebben, nemen we een besluit en zo simpel ligt de zaak. Maar u wordt natuurlijk nogal onder druk gezet door de NAVO-partners. Vindt u dat eigenlijk wel toelaatbaar? Als dat binnenkamers gebeurt in gesprekken waarbij men zegt let op dit of let op dat, vind ik dat prima. Dat hoort ook zo, want wij maken deel uit van het bondgenootschap. En als wij zo nu en dan zeggen, we vinden dat er dat of dat zou moeten gebeuren in een bepaald land of door de Verenigde Staten, is het heel juist dat men ook Nederland zegt, waarom doen jullie dit niet of waarom doen jullie dat niet? Wat natuurlijk niet verstandig is, als je het echt goed met elkaar meent, is dat om dat over de publieke band te gaan doen en met stellingen die niet houdbaar zijn, zoals nu minister De Ruiter is overkomen. Wat u betreft mag de heer Luns opstappen, begrijp ik. De heer Luns heeft een lange carrière achter zich. Dan nu maar even over de carrière die u nog voor u heeft. Want uw vicepremier Van Ardenne, die zei deze week in de Tijd, dat heeft u ongetwijfeld gelezen, de kans op een crisis is zeer reëel, het is een dubbeltje op zijn kant. Heeft u dat juist gezien? Er zijn natuurlijk taxaties, maar ik heb geloof ik zelf al een ruim aantal weken geleden gezegd dat het hier om een heel belangrijk vraagstuk gaat, dat je niet af kan doen met een opmerking van is dat wel een crisis waard? Ten tweede... Nee, het gaat niet om of het waard is, maar ten wat tweede dat er over dat vraagstuk verschillend gedacht wordt, waardoor mensen die daarover gezamenlijk een besluit moeten dragen, dat betekent een kabinet en parlement,
over en weer rekening moeten houden met elkaars argumenten bij het nemen van een bepaalde beslissing. Als men op een gegeven moment zegt, daar zie ik onvoldoende ruimte voor mijzelf, want ik wil per se dit of ik wil per se dat, dan neemt natuurlijk de kans op crisis snel toe. En daarom heb ik ook nooit verheeld dat dat ervan zou kunnen komen. Maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat het onvermijdelijk is. Dat hangt natuurlijk gewoon af van de ruimte die men elkaar gunt. Maar is de kans op een crisis is zeer reëel, zegt Van Ardenne. In dat opzicht bent u het met hem eens? Of zegt u dat zo overdreven? Dus wel, ja, ik vind dat die kans van crisis aanwezig is, laat ik het zo zeggen. Nog een uitspraak van de heer Van Ardenne. Hij zegt, als er nou eenmaal een besluit is gevallen, dan heb ik wel vertrouwen in de zendingscapaciteiten van de heer Lubbers in eigen kring. Wat vindt u van die publieke aanmaning? Het is altijd moeilijk om lof in ontvangst te nemen. Maar het is ook altijd onaardig om hem af te wijzen. Begrijpt u dat? Ja hoor. Gaat u straks in het CDA de knoet eroverheen halen? Het zal u verrassen wat ik nu ga zeggen. Ik vind het vraagstuk moeilijk. We zitten in het kabinet echt te wikken en te wegen. Regelmatig lees en beluister ik uitspraken van de fractievoorzitters waar ik het meeste mee te maken heb. De heer Nijpels en de heer De Vries. En toch heb ik de overtuiging dat het vraagstuk voor eerst een vraagstuk van het kabinet zelf is. Mm-hmm. Intern, wij ministers gezamenlijk verantwoordelijk, dat is ons nou eenmaal toevertrouwd. Dat is met mij bezighoud om daar het goede besluit te nemen. Hebben we dat genomen naar ons eigen inzicht, dan volgt de rest. Maar u heeft natuurlijk wel te maken met name uw eigen fractie, het CDA. Nu heeft CDA-leider De Vries in een aantal provinciale dagbladen gezegd dat de zogeheten crisisvariant, het plaatsen van de raketten in tijden van internationale crisis, dat op dit moment de grens is voor het CDA. Is dat lastig voor u? Ja, dat is lastig. Ik leg zo'n uitspraak dan, dat moet ik doen heel eerlijk, naast een uitspraak van de heer Nijpels die er is of nog komt. En dat is dan waarschijnlijk ook een lastige. En dan ga ik maar weer door met mijn werk. Maar is die crisisvariant voor u ook de bovengrens? Kent u de crisisvariant? Nee, ik bedoel dit. Het is haast, het onderwerp is te ernstig. Maar je wordt natuurlijk, ik denk iedere burger denkt, we zijn er nou toch mee bezig. Het lijkt of het hele land bezig is met een spelletje schaak. Een aantal stukken die je in elkaar aan het schuiven bent. Journalisten schrijven regelmatig weer artikelen over nieuwe varianten. Hebben dan ja, wandelgangen gehoord. Maar we hebben het nu over meneer De Vries en die weet ongetwijfeld wat de crisisvariant inhoudt. En die zegt, voor ons is dat de bovenkant, verder gaan we niet. Ja, maar ik vind het niet zindelijk om wat hieruit blijkt is in ieder geval dat wat daaronder verstaan wordt, kruisvluchtwapens, indien het nodig is, toelaten in crisistijd, maar niet in vredestijd, dat een zaak is die de heer De Vries in zijn fractie zou willen verdedigen. Mm-hmm. En ik vind het heel belangrijk, natuurlijk, om daar rekening mee te houden. Maar zodra we dat gaan vertalen in, dat is bovengrens, ja, dan moet ik het tegen iets anders afzetten. Moet ik dat afzetten tegen X of Y raketten, tegen Z-maanden verschuiving en wat me niet allemaal meer gesuggereerd wordt. En dat bedoel ik, dat wordt een soort van Lego-spel waar ik liever niet aan meedoe. Meneer Lubbers, dank u wel. Graag gedaan.